Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en in mijn virtuele studio zitten twee fantastische gasten vandaag. Ik heet van harte welkom Maarten Boudry en Joël de Keulaar, auteurs van Eerste Hulp bij Pandemie, een boek over corona, over het virus, over hoe dingen aanpakken bij een pandemie. Echt zeer uitgebreid boek. Ik heb het met veel plezier gelezen en kan het alvast aan jullie ook aanraden. En ik heb beide heren uitgenodigd om even over dat boek te praten. Welkom, heren. Dank u. Eerste Hulp bij Pandemie, een boek dat nu verschijnt nog volop tijdens de coronacrisis. Vinden jullie zelf het qua timing interessant om nu reeds met een boek te komen? Was het niet interessanter geweest om te wachten tot de crisis zich nog een stuk verder had ontrold? Wel, ik denk dat we het, als ik daar als eerste even op mag inpikken, dat we hadden gehoopt, een klein beetje gedacht en zeker gehoopt, dat het een min of meer al een terugblik had kunnen zijn. We eindigen het boek, we zijn ook gestopt met schrijven op het moment dat de vaccins volop aan de oppervlakte kwamen. Dus ik denk dat wij een klein beetje hebben gedacht en geschreven alsof het al een soort terugblik kon zijn. Maar in zekere zin zou je kunnen zeggen dat het boek nog steeds brandend actueel is. Omdat heel wat van de mechanismen die we beschrijven, heel wat van de, ja, ik kan het niet anders noemen, denkfouten die we beschrijven, nog altijd volop aanwezig zijn in het debat over dat virus, waar we dus nog altijd niet van verlost zijn. Dus het is vandaag, en we zijn al maart, het is nog altijd veel actueler dan we hadden verwacht, laat ik het zo zeggen. Meneer Boudry, hoe zijn jullie eigenlijk een schrijversduo geworden? Wel, het oorspronkelijke idee komt eigenlijk van Joël. Hij heeft mij op een bepaald moment, dat moet dan waarschijnlijk eind oktober of begin november geweest zijn, opgebeld met het lumineuze idee om samen een boek over de coronacrisis te schrijven. Het was waarschijnlijk nooit bij mezelf opgekomen om dat te doen. Maar ik was er wel meteen mee vertrokken eigenlijk. En ook om dat in de vorm van een lexicon te doen. En we hebben dan vrij snel een document gemaakt op Google Docs, waar dat we zo een kladversie hebben geschreven van een aantal lemma's om te zien waar dat we zouden terechtkomen en of dat boek een beetje vorm kreeg. En op die manier hebben we elkaar eigenlijk wat aangestoken in enthousiasme. Joël en ik zijn eigenlijk een beetje geconvergeerd op hetzelfde spoor, vertrekkende vanuit een ander startpunt. Dus we hebben allebei een beetje onze eigen intellectuele invloeden, maar vrij vroeg in deze crisis hebben we wel ontdekt of tot de vaststelling gekomen dat we op dezelfde golflengte zaten. Er zijn een aantal zaken waar we over van mening verschillen, maar over de grote lijnen waren we het eigenlijk eens. Wat we zeker niet zijn over een aantal andere onderwerpen. Dus je zal ons geen boek samen zien schrijven over religie of over politiek bijvoorbeeld, want daar denk ik hebben we toch net iets te veel meningsverschillen. Maar dus we zijn een beetje geconvergeerd op hetzelfde standpunt. En ik denk dat we elkaar ook vrij goed aanvullen. Dus dat hebben we ook vrij snel dan gezien. Op het moment dat we begonnen zijn aan dat boek, de meer juridische kant van de zaak bijvoorbeeld, zaken over rechtsstaat, avondklok, democratie, dat sluit vrij goed aan bij Joël zijn vorige boek, maar dan zaken over vooruitgang, het lemma over armoede bijvoorbeeld, dat heb ik geschreven, de meer filosofische lemma's, die heb ik geschreven, dus wat dat betreft denk ik waren we wel complementair ook, dus... Maar de eer komt Joël toe, of de oneer voor wie het boek hartstikke gaat. Het was dus zijn idee om het boek samen te schrijven. Jullie werken in de vorm van een lexicon. Dat is natuurlijk ook niet alledaags. Waarom die keuze? Omdat dat, het is Joël zijn idee, dus ik zal hem de vraag. Ik denk om ten eerste, het is maakbaar. En het is ook digesteerbaar. Dus het is denk ik zowel voor de auteurs, in dit geval, hè, is het zowel voor de auteur, voor de auteurs als voor de lezers een aangenaam boek. Ook al omdat
want enfin, misschien denken mensen, sommigen dat nog altijd, dat het een soort terugblik is of een soort reconstructie van wat er gebeurd is, dat wij het verhaal vertellen van het voorbije jaar. Dat doen we dus niet. Het is niet een verhaal dat we vertellen, hè, want dat kun je niet doen in verschillende lemma's. Het is eigenlijk een soort ja, naslagwerkje. En in dat naslagwerkje vind je heel veel termen en concepten en mechanismen terug die het voorbije jaar vaak in het nieuws zijn geweest. Hè. Wat is een exponentiële curve? Wat is een preventieparadox? Wat is een virus precies? Wat doet het? Hoe muteert een virus? Ik bedoel, het is eigenlijk een soort... We wilden een soort ja, naslagwerk maken. Niet alleen om niet alleen medisch of virologisch, of zelfs ja, vooral niet medisch of virologisch, want ja, dat moeten artsen en virologen maar doen. Maar ja, een journalistiek, filosofisch terugblik in de vorm van een naslagwerk. Wat zijn nu de fouten die gemaakt zijn? Welke denkfouten zijn gemaakt? Welke misverstanden zijn er ontstaan? Op welke verschillende manieren kun je naar zo'n pandemie kijken? Wat is de slimste manier om er naar te kijken? Hè? Om een concreet voorbeeld te geven. Maarten en ik zijn allebei voorstander van het idee dat je bij een pandemie zo vroeg en zo kordaat mogelijk moet optreden. Eigenlijk bestaat daar vandaag nog altijd discussie over. Wij vinden dat buitengewoon eigenaardig. Maar een pandemie is dus, laat ik misschien heel kort een voorbeeld geven om het bevattelijk te maken voor de meeste mensen. Jan Bon heeft op een bepaald moment, minister-president Jan Bon, en hij was lang niet de enige, heel veel mensen hebben dat gedaan, hebben gezegd, ja maar goed, een leven zonder risico bestaat toch niet. Er gebeuren bijvoorbeeld toch ook verkeersongevallen. En voor die pandemie gaan we in lockdown. Maar voor verkeersongevallen, we leggen het verkeer toch niet stil, omdat er elke dag verkeersongevallen gebeuren. Dat is een redenering die veel mensen maken. En om te begrijpen wat het fundamentele verschil is tussen verkeersongevallen en een pandemie, kijk, dat soort eenvoudige dingen proberen we in ons boek uit te leggen. Er is een zeer groot verschil tussen een virus dat een pandemie veroorzaakt en verkeersongevallen. En dat is de eenvoudigste manier om dat uit te drukken is, verkeersongevallen zijn niet besmettelijk. Als ik vandaag tegen een paal rijd, dan steek ik geen 3-4 andere chauffeurs aan die op hun beurt ook weer tegen een paal rijden, die op hun beurt ook weer 3-4 andere chauffeurs aansteken die tegen een paal rijden. Want mocht dat het geval zijn, ja, dan zou het hele land binnen de kortste keren één groot auto-ongeval zijn. Maar dat is dus niet zo. Verkeersongevallen volgen een lineaire curve. Er komen er elke dag een paar bij, zeg maar. Maar een pandemie verloopt volgens een exponentiële curve. Dat is een heel andere dynamiek. En tot vandaag is het moeilijk om dat aan sommige mensen duidelijk te maken. En dat is eigenlijk, daarom hebben we dat boekje geschreven, om een aantal concepten die heel cruciaal zijn om te begrijpen wat er gebeurd is. Daar gaat het eigenlijk om. Wij hebben een hulpmiddel willen schrijven dat mensen helpt begrijpen wat er gebeurd is. En ik denk dat daarvoor de vorm van het lexicon, een soort woordenboekje, buitengewoon geschikt is. En daarnaast is het ook heel makkelijk om te schrijven, omdat je het werk kunt verdelen. Hè. Jij schrijft dat lemma, ik schrijf dat lemma. Het is heel makkelijk om met z'n tweeën te maken. Dat gaat heel snel. En het liet ons ook toe om er een beetje een ludieke toets aan toe te voegen. Dus we hebben bij elk lemma een korte, ja, wat de spitsvondige definitie. En dan bij de meeste lemma's hebben we een uitleg van, ja, dat kan om van 500 woorden tot 2000 woorden gaan. Dus een doorwrocht, beargumenteerd stuk. Maar er zitten hier en daar ook lemma's tussen die enkel zo'n korte, luchtige definitie hebben. En dat werkt wel, denk ik. Dus we hebben dat uitgeprobeerd en we hebben daaraan vastgehouden aan dat idee. En dat maakt het wel... Het blijft natuurlijk een zeer tragisch onderwerp om over te schrijven. Het gaat over wereldontwrichtende rampspoed. Maar we dachten, ja goed, het jaar is al erg genoeg geweest. Laten we toch een beetje voor de lichte toets kiezen. Het is inderdaad, zoals je wel zegt,
het is bij wijze van spreken een boekje dat we hebben geschreven als een eerste hulp, letterlijk iets dat je bij wijze van spreken moet vastgrijpen in geval van rampspoed of in geval van pandemie, en dan gaan opzoeken van hoe zat dat ook alweer, of hoe moeten we hiermee omgaan, of welke denkfouten moeten we hier zeker vermijden. Ik denk dat we, een van de ideeën dat we hadden ook bij de cover was om zelfs met gebroken glas te werken of zo, bij wijze van spreken iets dat je zo met het hamertje het glas moet breken en dan het boek eruit grijpen. Het is ook, dat is natuurlijk een beetje lichtvoetig. Ja, bij wijze van spreken dat het een EHBO-kit is, dus in geval van rampspoed. Ja. Maar het is half grappig bedoeld, maar half ook wel ernstig bedoeld, want het is uiteraard ook een ernstig onderwerp. En we hopen dat het nooit meer nodig is, dat het boek bij wijze van spreken gewoon overbodig wordt in de toekomst, dat er ons nooit meer zo'n ramp overvalt. Maar we vrezen van niet. We vrezen ook dat dit niet de laatste pandemie zal zijn. En ook zelfs binnen deze pandemie, dat het gewoon nog lang niet afgelopen is. Ja, want dat is misschien belangrijk om mee te geven voor de mensen die luisteren. Een misverstand, volgens mij, dat bij sommigen leeft, is... Ja, dat misverstand dat hebben we zelf in de hand gewerkt, vrees ik. Zowel Maarten als ik zijn nogal actief op Twitter. Ik druk me nu relatief zacht uit. En wij hebben op Twitter een aantal gevechten gevoerd. Hè, voor dat mondmaskerstrijd hebben wij ons fel ingemengd. En we zijn op Twitter soms, vaak, nogal scherp. En we gaan in debat en we zijn een beetje polemisch. We voeren oorlog met de pen op Twitter. Het is wel heel belangrijk. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om toch uit te leggen aan mensen dat het boek iets helemaal anders is. He, dus het boek, het is geen polemisch boek. Het is geen boek waarin wij onze mening willen doordrukken, of waarin wij met die of die in debat gaan, of waarin wij zondebokken zoeken, of waarin wij afrekenen met bepaalde virologen of wat dan ook. Helemaal niet. Ten eerste, er vallen nauwelijks namen, dus wij vallen helemaal niemand aan. Ten tweede, het is geen polemisch boek, het is niet het doordrukken van onze mening, het is een analytisch boek. Wat we hebben proberen te doen, is het probleem dat ondertussen al bijna een jaar aansleept, analyseren en uiteenhalen in zijn verschillende componenten en daar overal eens goed naar kijken en we hebben geprobeerd om daar overal zinnige en leerzame dingen over te schrijven. Inderdaad, zoals Maarten zegt ook, met de lichte toets. Dus wie ons alleen maar kent van Twitter, zal, durf ik hopen, en wie ons alleen maar kent van Twitter en denkt, Jezus Christus, die jongens kunnen nog wel tekeer gaan, die kan ik geruststellen, het boek is van een andere orde, het bevindt zich in een ander register. Er zit trouwens een reactie die we al vaker gekregen hebben, ook online recensies, die komen vaak neer op zoiets als... ik was eigenlijk wel aangenaam verrast. Het is veel minder irritant dan ik gedacht had. Of het is best wel... Het is minder drammerig of wat dan ook. Dus mensen hadden inderdaad wel een polemisch boek verwacht. En dat is inderdaad een beetje de reputatie dat we achter ons aanslepen, denk ik. Vooral door onze presences op Twitter en in de media. Er zijn stijlregisters voor allerlei verschillende stijlen. En denk... Met dit boek hebben we wel geprobeerd om een stap achteruit te zetten. Het is niet dat er geen namen in voorkomen, bijvoorbeeld. Dus dat we af en toe inderdaad halen we wel iemand aan als illustratie. Maar we proberen ook een beetje abstractie te maken van het gekrakeel van dag op dag, van wie er wat gezegd heeft en wat er precies gebeurd is. Maar ook vergelijkingen te maken met andere landen, met andere situaties. En we hebben er ook bewust voor gekozen om niet heel dicht op de actualiteit te zitten. Dus toen dat we het boek naar de drukker stuurden, toen waren er allerlei nieuwsberichten over die nieuwe varianten enzovoort. Maar we hebben daar ook voor gekozen om daar niet te dicht op te zitten, want dat heeft toch geen zin. Want op het moment dat het boek dan van de pers rolt, is het eigenlijk al achterhaald. Dus het is dan beter om een beetje in de helikopter te blijven en dus het overzicht te bewaren van de crisis in het algemeen, in plaats van een chronologie te geven of inderdaad te gaan bakkeleien met deze of gene tegenstander. Dus dat hebben we proberen niet te doen. Het klopt inderdaad dat het niet polemisch is, maar uiteraard, het is voor een stuk, zoals jullie zelf zeggen, een boek dat je zo moet het noodglas voorbreken om het uit te halen bij een volgende pandemie, waarvan we inderdaad weten dat die er ooit wel zal komen. Dus het is een boek dat voor een stuk ook lessen probeert te trekken uit het afgelopen jaar en naar bepaalde zaken kijkt. Vrezen jullie dan niet dat het eigenlijk al te vroeg is geweest om lessen te kunnen trekken? Want uiteindelijk, jullie
geloven heel sterk in de wetenschap. Dat blijkt ook wel uit dit boek, en daar verwijzen jullie heel vaak naar. Maar is het dan wel wetenschappelijk genoeg om op dit moment al dingen die jullie in het boek poneren, om die wetenschappelijk onderbouwd zo te mogen stellen? Wel, voor een groot stuk eigenlijk gaat ons boek precies over wat je moet doen wanneer je niet over de wetenschappelijke kennis beschikt volgens de geëikte standaarden. Dus het is in die zin een goede vraag, omdat een van de zaken die we bijvoorbeeld uitleggen is, in het begin van deze crisis wisten we helemaal niks, per definitie, want het virus bestaat nog maar ietsje meer dan een jaar. We wisten niks over asymptomatische verspreiding, we wisten ook relatief weinig over aerosolen enzovoort, al die kwesties die pas later zijn opgelost, ook over de verworven immuniteit na besmetting enzovoort. En de vraag is dan, wat moet je doen? En één groot misverstand, denk ik, in deze crisis, die zelfs vaak voorkomt bij mensen met wie ik het, met wie ik het anders vaak roerend eens ben, mensen uit de hoek van SCEP, om ze dan toch maar bij naam te noemen, is dat je in zo'n situatie moet wachten totdat je over bewijzen beschikt. Dat is dus het misverstand. Dat is waar veel mensen van uitgaan. Zolang het niet bewezen is dat mondmaskers werken, of dat er asymptomatische verspreiding is, of dat er verspreiding is via aerosolen, moet je wachten tot die bewijzen voorhanden zijn, via gerandomiseerde, dubbelblinde trials enzovoort. En wanneer je te maken hebt met een potentiële ramp, en wanneer je niet weet hoe groot het gevaar is dat precies boven je hoofd hangt, dan moet je precies afstappen, volgens ons, van die hoge bewijsstandaard. Van dat idee, we moeten toch evidence-based handelen, we kunnen toch pas handelen als de wetenschappelijke bewijzen beschikbaar zijn. Wij zeggen net, nee, dat moeten we niet doen. We moeten daar niet op wachten, want als we wachten tot het wetenschappelijk bewezen is dat aerosolen bijvoorbeeld dat er verspreiding is via aerosolen, dan is het vaak al te laat. Dus we moeten wachten tot bewezen is dat ook asymptomatische mensen besmettelijk kunnen zijn. Ja, tegen dan is die exponentiële curve al door het dak gegaan. En voor een stuk kan je dat ook toepassen op de zaken waar nu ook nog altijd onzekerheid over bestaat. Over de nieuwe varianten bijvoorbeeld. We weten niet precies hoeveel besmettelijker dat die zijn, hoeveel dodelijker dat die zijn. Maar ook in die context, denk ik, moeten we niet afwachten tot we over bewijs beschikken. Maar moeten we eigenlijk, handelend in onzekerheid, spijtloze maatregelen nemen, zoals we dat noemen. Dus maatregelen waarvan je achteraf nooit grote spijt zal krijgen. Ik zou daar nog meer over kunnen zeggen, maar ik zal misschien zo wel laten aanvullen. Ja, het is inderdaad wat mensen verwijten ons en hebben ons heel vaak verweten het voorbije jaar, dat wij zo zeker waren van onze zaak. Dat is eigenlijk een verwijt dat we vaak kregen. Jullie zijn zo zeker van jullie zaak, alsof jullie alles weten, alsof jullie alleen de wijsheid in pacht hebben. En eigenlijk, gek genoeg, is het absolute tegendeel het geval. Het absolute tegendeel is het geval. We waren helemaal niet... Neem nu de derde golf. De derde golf is een mooi voorbeeld. Tot nader order. We moeten misschien even aanstippen dat dit gesprek wordt opgenomen op maandag 8 maart. Op maandag 8 maart. Op dit moment ziet het er naar uit, of lijkt het zo, dat een exponentieel groeiende derde golf is ons tot dusver bespaard gebleven. Nochtans is daardoor verschillende wetenschappers enkele weken geleden, virologen, Neil Hens, Emmanuel André, mensen die modellen bouwden, daar is wel voor gewaarschuwd. Nu zijn er mensen die zeggen, nu die derde golf zich nog niet of niet materialiseert, haha, zie je, daar staan jullie nu mooi te schilderen, waar blijft jullie derde golf? Maar dat is natuurlijk, dat vind ik bijna een verbijsterende redenering. Want beeld je nu eens in, en dat is dus dus de kern van de zaak hier. Je moet altijd een inschatting maken en je moet een inschatting die gemaakt wordt beoordelen met de kennis en de informatie die je hebt op het moment dat je de inschatting maakt. Dat wil dus zeggen, je moet niet 6 maanden na datum, als iets dat waarvoor gewaarschuwd is niet gebeurd is, de waarschuwer uitlachen. Nee, je moet teruggaan naar het moment waarop hij of zij waarschuwde, je in zijn of haar schoenen zetten en kijken over welke informatie beschikte deze persoon. Hè. Kijk, je moet dus
En bij onzekerheid, en dat is wat Maarten net zegt, als er onzekerheid is, moet je het zekere voor het onzekere nemen. Zeker als er inderdaad een potentieel catastrofale gebeurtenis gaat plaatsvinden. Je moet tijdig ingrijpen en je moet ervoor zorgen dat het geen catastrofale gebeurtenis kan worden. Een beeld dat opduikt in ons boek... Ik heb het zelf ooit meegemaakt, het is een eenvoudig beeld, is dat van de frietketel. Hè. Daarover is iedereen het ondertussen eens, dat wij vorig jaar veel harder hadden moeten doorduwen. Toen de eerste golf beëindigde, hadden wij veel harder moeten doorduwen. Enfin, we hadden hem kunnen voorkomen ook misschien, maar bon. Maar het punt is, als je frietketel in brand staat, dan moet je de frietketel blussen. Als je dat niet doet, staat binnen de kortste keren je keuken in brand. Als je dan pas thuis komt, moet je zo snel mogelijk de keuken blussen. Want als je dat niet doet, staat binnen de kortste keren ook je gang in brand. Enfin, enzovoort enzoverder. Dus het punt is, als je niet wil dat je huis afbrandt, moet je de frietketel blussen. De frietketel blussen is een operatie die weinig kost, weinig moeite, dat is nog niet. En als je die frietketel dan geblust hebt, dan kan het zijn dat mensen je komen uitlachen en zeggen, je blust de frietketel omdat je bang bent dat je huis gaat afbranden. En als je de frietketel geblust hebt, is het natuurlijk mogelijk dat mensen je komen uitlachen en zeggen, uw huis ging toch afbranden? Ik zie, er is toch geen... uw huis heeft dat toch goed overleefd, zo te zien? Ik dacht dat uw huis ging afbranden. Maar uw huis is natuurlijk niet afgebrand. Waarom niet? Omdat je frietketel geblust hebt. En dat is eigenlijk in deze pandemie, om het met Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland, te zeggen, die heeft dat mooi geformuleerd. Die noemde dat go hard en go early. Dus dat wil zeggen, grijp hard in en grijp vroeg in. Jacinda Ardern heeft in Nieuw-Zeeland, ze beschikt over een aantal voordelen die wij niet hebben, zo is Nieuw-Zeeland een eiland enzovoort enzoverder. Maar bon, Jacinda Ardern heeft in Nieuw-Zeeland de frietketel geblust. En wij hebben gewacht tot de bovenste verdiepingen mee in brand stonden. Ja, wat u daar beschrijft, voor de mensen die daar meer willen van weten, kan ik zeker zeggen van ja, ga al eens kijken in dit boek bij de A, achterafklap, bij de A van asymmetrie en bij de P van preventieparadox, want dan kunnen ze nog veel meer weten over wat we hier nu aan het praten zijn. Maar uit jullie hele boek, als je daar een rode draad in trekt, dan valt het mij enorm op dat jullie inderdaad een zekere voorzichtigheidsprincipe hanteren. Dat je zegt, ja, in tijden van onzekerheid kan je beter het zekere voor het onzekere nemen en maatregelen nemen die niet veel moeite vergen, maar mogelijk veel gevolgen kunnen besparen. Maar wat ik dan heel raar vind, is dat jullie in het boek zelf ook het voorbeeld geven van het jaar 2000-probleem. En daar lijken jullie dan toch net tegenovergestelde te zeggen van kijk, ja, daar zijn ook enorm veel maatregelen op voorhand genomen en is er weinig gevolg geweest. Dus ja, is het dan niet een beetje jullie zelf tegenspreken wat jullie gedaan hebben? Ja, wel, ik zal deze vraag misschien op mij nemen, omdat ik dat dilemma, denk ik, grotendeels geschreven heb. Dat is het dilemma olifantenpoeder. En je hebt al verwezen naar het dilemma asymmetrie. Dat is eigenlijk het algemene conceptuele kader om te gaan kijken naar welke fout de grootste schade met zich meebrengt. Dus meestal is de ene fout kostelijker of schadelijker dan de andere. Maar het is niet altijd zo dat handelen beter is dan niet handelen. Dus dat hangt een beetje af van de context. Als je bijvoorbeeld denkt over die derde golf, ja, dan is het vrij duidelijk. Je kan er maar beter van uitgaan dat er een derde golf is dan dat die er niet zal komen, want een zogenaamde vals positief, dus denken dat er een golf komt en hij komt er niet, is minder erg dan een vals negatief, namelijk denken dat er geen golf komt en hij komt er wel. Maar er zijn ook contexten waarin het andersom is. Bijvoorbeeld in de rechtbank ga je ervan uit dat iemand onschuldig is tot het tegendeel wordt aangetoond, omdat je gelooft, omdat je als maatschappij aanneemt, dat het erger is om een onschuldige persoon op te sluiten dan een schuldige persoon vrij te laten. Dus dat is iets wat je in het achterhoofd moet houden over die zogenaamde asymmetrie. Nu toegepast op het millenniumprobleem. Ik denk, het punt dat we daar maken, is niet zozeer dat het onverstandig was om iets te doen aan die potentiële ramp. Want er waren wel degelijk, er was onzekerheid. Dus wat dat betreft
is de vraag volledig terecht. We wisten niet precies wat er zou gebeuren op 1 januari 2000. Er waren allerlei voorspellingen, van redelijke, plausibele voorspellingen tot echt vrij extreme zaken, als er zal per ongeluk een kernramp uitbreken, omdat dus de nucleaire systemen allerlei rekenfouten zullen maken, of vliegtuigen zullen uit de lucht storten, liften zullen naar beneden vallen. Vrij apocalyptische voorspellingen. Nu, het punt dat we daar maken in dat lemma is eigenlijk de hele discussie over de preventieparadox. Die wordt vaak beantwoord met de grap over het olifantenpoeder. Het olifantenpoeder is een grap, ja, die wordt toegeschreven aan Urbanus. Hij heeft eigenlijk al een veel oudere, veel langere baard. Een boer strooit een poeder op zijn veld en iemand komt voorbij en vraagt, zegt boer, waarvoor dient dat poeder? Ah, dat is tegen olifanten. En die man zegt, maar olifanten, er zitten toch helemaal geen olifanten? Waarop de boer zegt, dat is nogal een goed poeder, hè? Nu, wat de pandemie betreft, denk ik, is dat de verkeerde redenering. Dus als je zegt, we gaan een lockdown invoeren, dan denk ik dat je kan hardmaken dat die lockdown wel degelijk een effect heeft gehad. Maar soms is de grap van het olifantenpoeder wel degelijk terecht. Dus je kan niet zomaar met de preventieparadox gaan zwaaien om altijd de eer op te strijken voor het afwenden van een bepaalde ramp. Dus een beetje een lange omhaal, maar ik kom nu terug naar de millennium bug, dus het jaar 2000. Er zijn nu mensen die zeggen, ja, maar het feit dat er geen kernoorlog is uitgebroken, dat er geen vliegtuigen zijn neergestort, dat is te danken aan het werk dat we geleverd hebben. En wij, nu, ik ben daar geen specialist in, maar ik denk dat de beste manier om dat te onderzoeken is om te gaan kijken naar de landen die geen maatregelen hebben genomen, of de bedrijven die geen maatregelen hebben genomen. Bij wijze van spreken, de velden waar een boer geen olifantenpoeder heeft gestrooid. Zijn dat dan meer olifanten of minder olifanten? Ja, in het geval van het olifantenpoeder is dat nog wel duidelijk. Er zijn gewoon nergens olifanten, dus dat poeder maakt geen enkel verschil. En ik denk dat voor een stuk dat ook opgaat voor de millennium bug. Dus er zijn ook bedrijven die het risico genomen hebben, misschien onverstandig, om niks te ondernemen. En daar is ook geen gigantische crash voorgevallen. Maar dat wil niet zeggen dat de millennium bug, dat er geen vuiltje aan de lucht was. Ik denk wel dat er kleine storingen en fouten inderdaad vermeden zijn door het werk van ingenieurs. Maar ik denk niet dat het terecht is om achteraf te zeggen dat we dus een gigantische catastrofe hebben vermeden, echt van de orde van een kernramp bijvoorbeeld, door het werk dat ingenieurs geleverd hebben. Want dan kan je gewoon vrij duidelijk gaan kijken, gewoon door, nogmaals, door landen en bedrijven te vergelijken die wel hebben ingegrepen en die niet hebben ingegrepen. Dus je moet altijd geval per geval bekijken. Dus je hebt de denkfout van het olifantenpoeder en je hebt de denkfout van de preventieparadox en die komen allebei voor. Ja. Dat is een beetje een lang antwoord, maar dat is, ik denk dat de analogie met de millennium bug een beetje opheldert. Het is inderdaad, in dat opzicht is het interessant. Ik denk dat Maarten en ik allebei, dat we elkaar daar ook wel vinden, hoewel we dus over van alles van mening verschillen, religie, politiek, daarover gaan we elkaar nooit echt vinden. Maar hierover nu wel. En ook over het feit, we zijn allebei, wat ik zelf graag noem, maar in mijn boek over de democratie noem ik dat ook zo, anti-apocalyptisch aangelegd. Ik zal alleen voor mezelf spreken, maar ik denk dat Maarten zich daar misschien deels of grotendeels bij kan aansluiten. Ik hou niet van al te apocalyptisch denken. Er wordt te snel en te vaak apocalyptisch gedacht. Maar het punt is dat nu was dat eventjes volkomen terecht. Zie je? Dus er moet wel de gave des onderscheids blijven. Je kunt wel zeggen, ik ben een anti-apocalyptisch denker en al die doemverhalen, meestal is dat toch allemaal maar onzin. Wel nu, in dit geval doemdenken buitengewoon gepakt. En dat anti-apocalyptisch denken, of apokaholici, is een neologisme dat ik in mijn vorige boek ook heb gebruikt. Ik heb het zelf niet bedacht. Dus mensen die een beetje verslaafd zijn aan doempraatjes. Dat kan ook een vorm van een bias worden. En om nu eigenlijk een beetje de hand in de eigen boezem te steken, ik moet zelf erkennen dat bijvoorbeeld bij de vorige epidemieën, denk maar terug aan de Mexicaanse griep,
die dan uiteindelijk achteraf nog wel bleek mee te vallen, dan stond ik eigenlijk een beetje aan de kant van de lachers destijds, ik weet niet hoeveel jaar dat dan nu precies geleden is, dat we bijvoorbeeld die voorraad mondmaskers hadden ingeslagen enzovoort. De millenniumbuik, daar was ik eigenlijk nog net niet politiek bewust genoeg voor. Maar ik ben nu eigenlijk wel gaan beseffen dat achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk om de mensen uit te lachen die voorzichtigheidshalve iets doen. Maar het is niet omdat de ramp achteraf niet uitkomt, dat het misschien verloren moeite is geweest, dat het op dat moment onverstandig was om dat te doen. Dus ik denk, mochten we nu teruggecatapulteerd worden in de jaren 90, dan hoop ik dat ik ook zou gepleit hebben voor, laten we niet het einde van de wereld voorspellen, maar laten we wel voorzichtig zijn. Dus ik denk wel dat het goed was, voor alle duidelijkheid, dat ingenieurs en computerspecialisten zich daar wel mee bezig hebben gehouden, zelfs al was het maar een kleine kans. Want ook in januari bijvoorbeeld van 2020 wisten we natuurlijk niet met 100% zekerheid dat dit zo de pandemie van de eeuw zou worden. Ook de mensen die daarvoor waarschuwden, de mensen waarmee wij hoog oplopen, dus Janir Bariam en Nassim Nicolas Taleb, die waarschuwden wel, maar ook zij wisten dat niet 100% zeker. En het algemene punt is natuurlijk, als je voorzichtig bent en als je dus maatregelen neemt voor het geval dat er een ramp zou kunnen voorkomen, dan zal het af en toe gebeuren dat die ramp er niet komt en dan zal je uitgelachen worden door de mensen die zeggen, haha, nu sta je daar met je voorraadje mondmaskers, nu sta je daar met je pandemieplan, het was allemaal maar paniek voor niets. En ik denk, ik heb, laat ik maar zeggen, een paar jaar geleden, misschien ook weer een beetje door de invloed van Skep, zat ik wel een beetje op die strekking. De strekking van de mensen die vooral lachen met paniekzaaiers enzovoort. En achteraf bekeken, moet ik misschien toegeven, dat was misschien een beetje te gemakkelijk om bijvoorbeeld te lachen met die Mexicaanse griep. Want op dat moment, wij wisten helemaal niet dat die Mexicaanse griep niet de grote pandemie zal worden. Nu hebben we makkelijk praten natuurlijk, want we weten dat het niet gebeurd is. Maar voor hetzelfde geld was het toen geweest, in plaats van nu in 2020. Ja. Dat is, ik weet niet, ik denk, ik denk dat dat een mooie one-liner is van Nassim Nicolas Taleb. Voor de politici of andere mensen, ambtenaren, rechercheurs, terreuronderzoekers, zeker en vast, die een aanslag verijdelen, wordt zelden een standbeeld opgericht. En wie weet wel, hoeveel aanslagen zijn er al verijdeld in ons land? Laten we ons even focussen op terreur. En wie weet, dat mensen bij staatsveiligheid of bij OCAT die iets op het spoor komen en die op die manier een aanslag kunnen verijdelen. Ja, daar wordt geen standbeeld voor opgelegd voor die personen, want er heeft geen aanslag plaatsgevonden. En als we dan naar Janir Bariam en Nassim Nicolas Taleb kijken, op 24 januari vorig jaar pleitten zij ervoor om het luchtverkeer in China aan de grond te houden. Tot het probleem daarvan de baan zou zijn. Dat was hun advies. Jongens, in China is iets zeer ernstigs aan de hand. Toen gingen er al steden in lockdown ook in die dagen. Hou even al het luchtverkeer daar aan de grond, want dat mag niet over de wereld verspreid worden. Stel nu dat we dat gedaan zouden hebben. En stel nu dat, gedachtenexperiment. Stel nu, we zouden dat gedaan hebben, we zouden inderdaad gewacht hebben tot dat virus weg was in China. Laten we ervan uitgaan dat dat even mogelijk is, dat enkele weken of maanden of whatever zou geduurd. En dat alle vluchten aan de grond zouden gebleven zijn gedurende die tijd. En dat er pas opnieuw zou gevlogen zijn vanuit China, ook naar Italië, dat virus zou China nooit verlaten hebben. Ja, dan zou je, dan is er is geen enkele manier om te weten te komen wat er zou gebeurd zijn, mocht je dat niet gedaan hebben, hè, dan kun je die twee nog altijd uitlachen. Hè. Dan zou je nog altijd kunnen zeggen, ze hebben dat wel aan de grond gehouden, maar stel je nu voor dat er dat zou allemaal wel meegevallen. Dat zou toch allemaal wel meegevallen hebben. Dus dat zijn buitengewoon moeilijk om over na te denken. Het is ook zo'n paradox dat we beschrijven, is heel kort nog dat het beste scenario eigenlijk, als iemand die risicoanalist is, iemand die waarschuwt voor een ramp, is het scenario waar je achteraf wordt uitgelachen dat het allemaal maar paniekzaaierij was. Dat is het scenario waarin de ramp werd vermeden. Dus ik zeg ook wel eens van, mijn vorige boek ging over vooruitgang, dan kreeg ik graag gelijk, want dat was goed nieuws enzovoort. Nu krijg ik graag ongelijk. Dus bijvoorbeeld dat die derde golf er voorlopig niet komt of minder erg wordt dan ik gevreesd had, dat vind ik goed nieuws. Dus dan ben ik blij dat ik ongelijk krijg. En dat is natuurlijk een beetje, dat is de tragiek van iemand die waarschuwt voor onheil, dat soms komt het onheil er niet.
omdat je het hebt afgewend. En dat is natuurlijk goed nieuws. Dat is precies waar je moet op hopen dat zoiets gebeurt. En je moet ook het voorzorgsprincipe natuurlijk met de gave des onderscheids toepassen. Want als je op alles, als je op elk mogelijk of denkbaar of eventueel of hypothetisch of het meest vergezochte risico het voorzorgsprincipe toepast, ja, dan verlam je de samenleving natuurlijk. Dat gaat niet. Dus je moet ook het voorzorgsprincipe met de gave des onderscheids toepassen. En wij volgen Nassim Nicholas Taleb, niet over de hele lijn. Nassim Nicholas Taleb is ook een tegenstander bijvoorbeeld van genetisch gemodificeerde organismen. Alleen al het feit dat de mens ingrijpt in het DNA van een plant is voor hem genoeg om te zeggen, oei, dat is potentieel catastrofaal, daar kunnen grote ongelukken mee gebeuren, dat mogen we niet doen. Op dat punt volgen wij hem helemaal niet, omdat we denken dat er goede wetenschappelijke, biologische redenen zijn om aan te nemen dat een genetisch gemodificeerd organisme op geen enkele manier gevaarlijker is dan op een andere manier, dan een klassiek veredeld organisme. Dus je moet niet, je moet niet altijd better safe than sorry doen, ja, want dan blijf je natuurlijk in je zetel zitten, hè. En zelfs dat niet, want dan kan een meteoriet los door het tak op je hoofd vallen als je in de zetel zit. Dus ja, als je altijd voorzorgsprincipe toepassen, dat gaat niet. Dat is natuurlijk zeker ook niet wat wij bepleiten. Maar bij duidelijk dreigende rampspoed, ja, zoals we hiervan ondertussen toch wel mogen zeggen dat het geval is, had dat wel gemoeten. Maar niet van meet af aan, hoor. Ik moet ook zeggen, van, fijn, ik ben toch zeker... Ik iets meer dan Maarten denk, ben ook een lichte bekeerling in deze kwestie. Helemaal in het begin dacht ik natuurlijk ook, wist ik natuurlijk ook niet dat zo'n enorme impact kon hebben. Hè. Helemaal in het begin van deze pandemie, toen de eerste patiënt opdook in België, zat ik nog niet in deze denkmodus. Dus dat heeft even geduurd het heeft even tijd genomen voor de gedachten om zich goed en grondig te vormen. Dat is wel zo. In jullie boek komt het belang van de wetenschap ook sterk naar voren. Jullie wijzen er vaak op dat wetenschap op een veel hoger niveau moet geplaatst worden dan mensen die zonder wetenschappelijke kennis iets gaan poneren. Maar je zit toch ook met het feit dat zelfs binnen de wetenschap er niet altijd consensus in deze crisis geweest is. Als we gewoon al maar het voorbeeld nemen van mondmaskers. Ja, daar zijn virologen die in het begin gezegd hebben van dat het twijfelachtig was. Ja, daar kom je dan natuurlijk met het voorzichtigheidsprincipe. Maar daar zeggen jullie dan zelf in het boek ook van, ja, maar wie betrouwbare informatie wilde, die kon die op sociale media. Maakt dat net niet dat je kwetsbaar opstelt in dit boek voor commentaren erop, dat het soms niet duidelijk is, ja, maar wanneer nu het ene, wanneer nu het andere, wat is het hier nu uiteindelijk? Ja, dus op zich ook weer een voorbeeld van hoe je de gave des onderscheids moet toepassen. Het is net omdat wij zo'n groot vertrouwen stellen in de wetenschap, dat we het zo enorm betreuren dat de reputatie of de geloofwaardigheid van wetenschap of van onze wetenschappers daar zo'n enorme deuk heeft opgelopen. Want ik geloof wel dat dat gebeurd is met de hele mondmaskersaga. Op het moment inderdaad dat wij de strijd zijn gaan voeren voor mondmaskers, hebben wij onze informatie daarover inderdaad vooral ingewonnen, niet van onze lokale experts, maar via sociale media, maar natuurlijk niet van willekeurige personen op sociale media, maar van artsen, bijvoorbeeld uit Aziatische landen, of van de Amerikaanse CDC, of dus mensen met dezelfde kwalificaties, maar die toevallig niet in België wonen, of die niet onze regering adviseerden. Dus wanneer er inderdaad een wetenschappelijke consensus bestaat over een bepaald onderwerp, dan zijn wij heel sterk geneigd om te denken, als individu moet je al bijzonder hoogmoedig zijn om daar tegen op te tornen, zeker als het een domein is dat helemaal niet het jouw is, als je daar niet voor gestudeerd hebt. Wanneer die consensus er niet is, dan moet je vooral gaan kijken, kan het zijn dat er een valse consensus bestaat, een schijn van een consensus, op lokaal niveau. En denk dat dat vooral gebeurd is in de mondmaskersaga. Het leek alsof de wetenschap het erover eens was dat die mondmaskers dat helemaal niet zo nuttig was, want Mark van Ranst zei het en Steven van Gucht zei het enzovoort. Maar als je dan een beetje verder kijkt dat je neus lang is, en dan inderdaad, dat gaat dan via sociale media, en je kijkt naar wat andere experts elders ter wereld zeiden, dan leek het hier alsof we met een soort van echokamer te maken hadden.
En vooral een echokamer die ermee te maken had dat hier in België, ja, er was die voorraad van mondmaskers die vernietigd was, er was een nijpend tekort. En experts hebben dat misschien, ja, hebben zich ertoe laten verleiden om dan maar te beweren dat die mondmaskers niet zo nuttig waren. Dus het is inderdaad, het is een dunne scheidingslijn die je moet gaan bewandelen. Wij zouden niets liever hebben dan dat we inderdaad onze experts over de hele lijn konden vertrouwen, maar helaas, in deze mondmaskerszaga was het zo dat ze achteraf bleken ongelijk te hebben, maar niet dat de wetenschappers ongelijk kregen, want nogmaals, er waren andere wetenschappers elders ter wereld die dit al van in het begin van de crisis zeiden. Dus wij hebben dat natuurlijk ook niet zomaar verzonnen. Er waren al studies en onderzoeken, alleen werd daar geen aandacht aan besteed door onze Belgische wetenschappers. Exact. Heel belangrijk is ook, en dat is misschien interessant, omdat dat is een puntje waarop Maarten en ik van mening verschillen, ook in de praktijk, hè, dus dat is een ander belangrijk devies van Nassim Nicholas Taleb is, luister niet naar wat iemand zegt, maar kijk naar wat iemand doet. Dus, en als je kijkt naar wat ik doe, en naar wat Maarten doet, tenzij hij ondertussen van strategie veranderd is, maar Maarten neemt geen extra vitamine D. Ik doe dat wel. Je moet ook kijken naar, en er is geen hard wetenschappelijk bewijs dat vitamine D, of dat, het is, laat me het omkeren, hè. Dus dat een tekort aan vitamine D de ziekteverschijnselen van COVID erger zou maken, en dat er een soort causaal verband zou bestaan tussen een tekort aan vitamine D en een erge of ergere ziektesymptomen bij COVID. Dat harde wetenschappelijk bewijs is er niet. Er is wel een verband, maar dat is een correlatie. Dat verband dat kan een gemeenschappelijke andere oorsprong hebben, en waarschijnlijk is dat ook zo. Maar ik neem toch elke dag extra vitamine D. En ik weet dat dat mogelijkerwijze een beetje belachelijk is, maar het voordeel daarvan is, dat kost niks. Enfin, dat kost dus bijna niks. Dat kost mij ook geen enkele moeite, natuurlijk. Dat is een inspanning, een kleinere inspanning kun je nauwelijks doen dan een paar druppeltjes vitamine D nemen. En je weet maar nooit. Stel je voor dat het nu wel zou helpen. Ik moet eraan toevoegen dat Maarten is veel meer buiten dan ik. Maarten gaat ook joggen. Ik kom soms dagen aan een stuk niet buiten, dus de kans dat ik met een licht vitamine D tekort zit, is wel iets groter bij mij dan bij hem. Maar bon, om dat naar de mondmaskers te verplaatsen, je hebt geen hard bewijs nodig. Op die lijn zaten wij meteen. Er was wel evidentie voor mondmaskers. 100 jaar geleden bij de Spaanse griep liepen mensen al met mondmaskers rond, in godsnaam. Ik bedoel, en daar werd dan nu anno 2020 over gediscussieerd. Dat is eigenlijk te gek voor woorden. Een mondmasker kost niks. En ook, uiteraard begrepen wij dat er geen stormloop op de apotheken moest losbarsten, want als er een tekort is, uiteraard moesten eerst de mensen in de zorg en het verplegend personeel en artsen, die moesten natuurlijk die goede mondmaskers uit de apotheek krijgen. Uiteraard moesten die niet verspreid worden onder de brede populatie. Dat spreekt nogal vanzelf. Dat hebben wij ook nooit gewild. Er was een tekort. Ja, dat was nu eenmaal de realiteit. Daar moet je rekening mee houden. Maar men had dan tenminste kunnen zeggen, bedek je neus en mond. Hè, maak iets uit katoen. Gebruik desnoods een sjaal, whatever. Iets is beter dan niks. Die boodschap had men wel veel sneller moeten geven, maar men heeft ervoor gekozen om het nut ervan te betwijfelen. En eerlijk gezegd, ja, dat was inderdaad niet slim. En ik vrees dat ze dat... Ja, dat heeft een beetje aan hun geloofwaardigheid geknaagd. Ja, heel kort nog. Ik heb onlangs een mail gekregen van iemand, je zou kunnen zeggen, een spijtoptant van het coronascepticisme. Dus iemand die gedurende een aantal maanden vond dat het allemaal paniekzaaierij was enzovoort. En die uitlegt ook dan waar dat vandaan komt en hoe hij dat proces heeft doorgemaakt. En een van de zaken die hij ook aanhaalt, en dat is in mij bijgebleven, is... Ja, die mondmaskersaga heeft mij toch aan het twijfelen gebracht. Want toen dacht ik, als ze ons daarover hebben voorgelogen, van in ieder geval als ze daar achteraf bleken ongelijk te hebben, waarom zouden we ze dan nog geloven als het gaat over die tweede golf die er zit aan te komen, of over de betrouwbaarheid van PCR-tests enzovoort. Dus ik weet niet of het... Ik zou de term leugen hier zelf niet gebruiken, want ik denk wel dat die mensen te goeder trouw waren. Maar ik geloof wel dat dat verstrekkende gevolgen heeft gehad. Dus het moment dat je
de indruk wekt dat je communiceert inderdaad op een strategische wijze. Dat je dus weet eigenlijk dat die mondmaskers wel nuttig zijn, maar dat je dat misschien een beetje gaat downplayen of gaat minimaliseren om een stormloop op de apotheken te vermijden. Ja, dat is natuurlijk verleidelijk en dat kan lonen op de korte termijn, want dan heb je die mondmaskers die je voor het zorgpersoneel kan gebruiken. Maar het heeft heel verstrekkende repercussies op allerlei andere zaken die zelfs niks met mondmaskers te maken hebben. Want je voedt dus het wantrouwen bij de mensen dat vertrouwen in wetenschap, dat heb je precies zo hard nodig. Dus dat is ook, vandaar ook dat ik daarnet zei, daarom betreuren wij het ook dat die betrouwbaarheid zo'n deuk heeft gekregen. Want op het moment dat wetenschappers dan waarschuwen voor iets anders, dan heb je dus een heel aantal mensen die zeggen van goed, maar eerst zeiden ze ook dat de mondmaskers niet werken, dus waarom zouden ze nu wel geloven? En dat is zeer spijtig. Ja. Voor alle duidelijkheid, wat betreft de veiligheid van de vaccins, geloven wij 100.000% wat de experts ons vertellen, ons beste. Ja. Als ik alleen over mijn rechterarm kan spreken, maar hij hunkert, hij snakt, hij lijkt als naar een vaccin. Ja. Ik kan je niet zeggen, ik tel de dagen af, ik zal nog behoorlijk lang moeten wachten, maar God geve mij dat er zo snel mogelijk een prik in mijn arm staat. Dat is het beste voorbeeld inderdaad. Dat is het vertrouwen dat we nu absoluut nodig hebben om gewoon van deze crisis af te raken. Dus hoe meer mensen dat er nu denken van, die wetenschappers, gisteren zeiden ze A, morgen zeggen ze B, dat is zeer schadelijk. Heel concreet, omdat je niet aan die kudde-immuniteit geraakt. Dat is natuurlijk wat er ruimte overblijft, want je zegt het daar terecht, het gaat over vertrouwen. Dan krijg je natuurlijk ruimte voor interpretatie, dan krijg je ruimte voor je eigen mening. En dat laat dit boek, vind ik zelf toch ook wel gelukkig, dat ieder daar voor zichzelf kan gaan conclusies uittrekken. Want ja, als je altijd zegt van beter het zekere voor het onzekere, het vitamine D-verhaal, dan kan je evengoed gaan zeggen dat je ruimte laat voor mensen die homeopathie gaan promoten en die zeggen van je kan beter het zekere voor het onzekere nemen en al die kruidenmiddeltjes ook gaan innemen. Ja, maar homeopathie is iets anders dan kruiden, dat is een discussie apart, maar over pure homeopathie, wat echte pure homeopathie is, daarvan kun je met 100.000% zekerheid zeggen dat het geen enkel werkzaam bestanddeel bevat. Als homeopathische middelen een werkzaam bestanddeel zouden bevatten, dan moet de volledige scheikunde en fysica zoals wij die kennen, zoals die de afgelopen 500, 600 jaar is opgebouwd, in de vuilnisbak. Dus ik ga je daar zeker niet in tegenspreken. Ik ben dezelfde mening toegedaan. Maar waar ik mee wou concluderen is van jullie boek is en blijft ook een neerslag, gelukkig maar, van jullie mening. Dus ik kan me wel aannemen dat jullie met dit boek een aanzet hebben willen geven tot mensen aan het denken zetten, maar dat jullie wel ook aannemen dat sommige mensen het niet eens zullen zijn met bepaalde zaken die jullie geschreven hebben. Of inderdaad dat mensen een net iets andere inschatting maken. En wat dat betreft is het vitamine D-voorbeeld heel, heel terecht. Want inderdaad, ik slik het niet. Joël slikt het wel. We hebben daar nog discussies over gevoerd. Het enige neveneffect dat Joël ondervindt is een lichte spot van zijn co-auteur. Maar voor de rest is het volstrekt schadelijk. Hetzelfde zeggen we bijvoorbeeld over de lange termijn gevolgen van COVID. Daar hebben we ook de beschikbare onderzoeken weergegeven die op dat moment gepubliceerd waren. Maar we hebben er ook aan toegevoegd, eigenlijk weten we het nog niet. Dus we weten niet precies of er inderdaad neurologische schade optreedt, of er hartritmestoornissen zijn enzovoort. We hebben aanwijzingen, maar we weten het niet zeker. En inderdaad, waar er onzekerheid bestaat, is er ruimte voor meningsvrijheid, als je het op die manier noemt. Onze attitude is dan inderdaad, in geval van onzekerheid, neem je beter het zekere voor het onzekere. Maar blijkbaar, zelfs tussen ons, maken we daar dan toch nog een licht andere inschatting. Bijvoorbeeld, ik zou ook vitamine D kunnen slikken als ik echt nog meer op veilig zou spelen. Maar blijkbaar doe ik dat dan toch niet. Ik heb wel wat meer zon dan Joël. Dus dat is, op die manier krijg ik toch mijn vitamine D binnen. Dus vitamines moet je alleen nemen als je een tekort hebt, hè, voor alle duidelijkheid. Als je voldoende vitamines van alles hebt, dan heeft het geen zin om extra vitamines te nemen. Maar
Ik leid een leven waarin de kans op een vitamine D-tekort niet denkbeeldig is, laat ik het zo zeggen. Ik denk, heren, dat we nog uren zouden kunnen doorgaan met van gedachten wisselen. Dat is ook net, denk ik, het pluspunt van dit boek. En waarom dat het voor sommige mensen echt zeer aangenaam zou zijn om het te lezen en om beginnen na te denken over sommige zaken die daarin staan, omdat ze er zelf nog nooit aan gedacht hebben. Het is een boek dat zeker aanzet tot reflectie. Dus in die zin, eerste hulp bij pandemie, uitgegeven bij Lano, zeker de moeite waard om eens verder te bekijken en daar uw eigen mening over te vormen. Ik wil toch mijn gasten bedanken voor de moeite die ze gedaan hebben om hier zo uitgebreid op in te gaan op deze zaken. Meneer De Keulaar, meneer Boudry, hartelijk dank voor jullie komst naar onze virtuele studio. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Zeer graag gedaan. Met plezier. En u, beste luisteraar, als u geïnteresseerd bent in het boek, kijk zeker ook op onze website. We plaatsen een link waarmee u het kan rechtstreeks aanschaffen in onze boekhandel. En dan kan u zelf uw mening vormen over wat u vindt van de verschillende lemma's die hierin staan. Graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.